en nou nog maar aan het inzingen. Maar ze werden toch even stil, de mannen uit Veen, toen Kozakkenboys al na 8 minuten hun ploeg op achterstand zetten. Een doelpunt van Patrick Leitens. Maar vlak voor rust kon de confetti uit de tas. De gelijkmaker. Aangeven van Sjaak Hoeken en de treffer van Pieter van Gils. Zijn jullie geïnteresseerd in die ruststanden? Nou, we houden het een klein beetje bij. Maar we moeten naar ons eigen kijken en niet naar een ander. En we gaan het maken. Want het is van twee kanten een hele slechte wedstrijd. Vianen was vorige week veel beter. Maar ja, het komt goed. En het kwam goed voor Achilles Veen. Vlak na rust komt de ploeg op voorsprong. Opnieuw door Pieter van Gils. Feest in het vak van de supporters van Veen. En hier wordt het zelfs 3-1 als Corné Sterrenburg een penalty mag gaan benutten. En dan is het helemaal feest in het vak van de supporters van Achilles Veen. De overwinning is een feit. Een overwinning waar ze in Veen alleen maar van kunnen dromen. En dus zijn er na afloop op het veld de felicitaties. En dan gaat het weer terug naar de eigen kantine. Want daar moet natuurlijk het feest van de overwinning op Kozakkenboys gevierd worden. Winst dus voor Achilles Veen. De andere wedstrijden, Volendam tegen GVVV 1-0. Heerjansdam tegen Hoek 0-1. AVV tegen Spakenburg 2-2. Sparta Nijkerk tegen Bennekom 1-2. Kloetingen VVGZ 4-0. En Dovo tegen Huizen 3-1. De volgende stand dan. Dovo op kop, gevolgd door Hoek. Nummer 3 staat Spakenburg. Dan Bennekom, Kloetingen, Achilles Veen en Huizen. Sparta Nijkerk, Volendam, GVVV, Kozakkenboys, AVW 66, VVGZ. En daar hekkensluiter Heer Jansdam. Voor...